Maar daar gaat het mij om. Het gaat mij om de mythologie die Pim Fortuyn heeft gecreëerd en die toch weer doorklonk in die herdenkingsprogramma's waar niet hard aan gewerkt was, dames en heren. U had dat beter uit kunnen zoeken, u had daar meer aandacht aan kunnen besteden, u had dat oeuvre van Pim eens kunnen lezen, dan had u er naar mijn idee anders over gedacht. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Ik wou nog iets over Fortuyn zeggen. Oh ja, ja, Fortuyn. Houd het kabeltje goed vast. Of wil je deze wil je deze hebben? Want deze doet het goed. Maakt dat iets uit voor de opname? Nee, maar nu moet je mij die geven. Zo. Moet ik alleen even de opname draaien. Ook dit ding. Volgens mij doet die kabel het goed. Oh ja, zo. Ja. Oké, okay. Geen gekraak dus. Nee, nu doet het het, ja. Kun je dat eruit filteren, het gekraak? Ja, dat knippen we even. Zetten we een knipje eventjes, ja. Oh, het jongen, jongen. Best een los contact is dat. Dat ligt aan de kabel. Ja, nee, ik merk dat ook. Ik koppel vaak als ik op reis ga, koppel ik mijn laptop af van het grote scherm. En dan moet je hem weer aankoppelen natuurlijk na enige tijd. En dat moet je echt heel solide aandrukken. Ja. Want anders hou je rare pippeltjes op je scherm. Of ja. Nou ja, in ieder geval wonderlijk. Daarom moet je de kabels dus eigenlijk in een koffertje doen. En dan moet je ze eigenlijk goed oprollen en dan iedere keer. Maar dat doe ik dus nooit. Want is dit dure apparatuur? Nou, stel voor dat je moet het totaal vervangen. Volgens mij kost zo'n microfoon toch ruim €400. Oké, dat is prijzig. En zo'n kastje de microfoon, het ligt niet aan de microfoon, het ligt aan het kabeltje. Ja, die draad is al wat, een tientje denk ik. Dus dat valt precies, wel mee. Dus dat is heel makkelijk te vervangen. Op een nieuwe draad, ja. Oké, we hebben nu een nieuwe speciale Pim Fortuyn microfoon. Ja. Want het was natuurlijk wel een breedje een vreemd schouwspel op die 6e mei, 20 jaar nadat hij verboord is, dat hij plotseling is uitgeroepen tot een soort held, een man die sprak voor het ganse en gewone Nederlandse volk, in tegenstelling tot de bekende lugubere elite die de boel in de modder had gereden, enzovoort, enzovoort. Ik geloof dat ik, zonder dat ik na enig programma serieus en lang heb gekeken, toch 26 keer gezien heb At Your Service, een van de meest idiote momenten die ik me herinner van de Nederlandse televisie sinds de Nederlandse televisie bestaat. At Your Service, Hannah Flower, girl, zeg. Maar goed, ik vond dat het wel ontbrak aan passende kritiek op Pim Fortuyn. Want ik vind nou niet dat Pim Fortuyn zo'n positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politieke geschiedenis. Integendeel, hij heeft in allerlei opzichten een hele negatieve bijdrage geleverd aan de Nederlandse politieke geschiedenis. In het bijzonder omdat hij mede de schepper is van een aantal volstrekt mythologische constructies ten aanzien van de Nederlandse, recente Nederlandse geschiedenis. En misschien moeten we het daar dan maar eens even over hebben. Bovendien is hij natuurlijk, kijk, hij is op het kussen getild natuurlijk door Leefbaar Nederland. Dat is ook dat congres, At Your Service, dat is nog Leefbaar Nederland. En toen werd al gezegd door veel mensen, dat is in feite een zelfmoordpoging van Leefbaar Nederland, want dit gaat fout. He, die wel zaak, kijk, Leefbaar Nederland, heel anders dan mensen nu denken, was in feite een hoe zal ik dat zeggen, pragmatisch linkse groepering, die zich tegen bureaucratie wilde verzetten en uit lokale protestbewegingen was voortgekomen. Terwijl Pim Fortuyn toen al bezig was aan een lang, lang traject wat hij doorgemaakt heeft in zijn leven van links naar rechts. Pim Fortuyn heeft nooit een serieus, goed gefundeerde politieke overtuiging gehad. Hij is altijd met alle winden meegewaaid. Soms was hij wat laat met het meewaaien, maar hij is met alle winden meegewaaid. In de vroege jaren 70 heeft hij zich gemeld bij de CPN, de Communistische Partij. Die had geen zin in Pim. Zelf een heel verstandig besluit. Hij had er helemaal geen. Toen is hij tenslotte ten einde raad, is hij maar lid geworden van de Partij van de Arbeid. Die hij later systematisch zwart heeft gemaakt, zoals we zullen zien. Hij was een bewonderaar van Joop den Uyl. Hij is ook bij Joop den Uyl op bezoek gegaan. En zijn idee was eigenlijk dat Joop den Uyl hem een fijn prominent baantje in de partij zou aanbieden. Wat Joop natuurlijk helemaal niet deed. Die was ook niet gek. Dus tenslotte komt Pim Fortuyn terecht bij de VVD. Die hem waarschijnlijk, toen hij daar eenmaal gearriveerd was en columnist van Elsevier's Weekblad was geworden en natuurlijk fijne praatjes hield voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland, waar je goed van leven kon. Niet waar was ook die VVD hem misschien al wel,
Hij had nog wel iets verder naar rechts gewild, te meer omdat hij zich opwond over de immigratiekwestie en in het bijzonder wel de moslims. Dus mensen hadden al gezegd van de partijleider van Leefbaar Nederland past totaal niet bij de partij. Daar komt narigheid van. Je weet, daar is een enorme narigheid van gekomen. Want, en Leefbaar Nederland zei tegen Pim, ja, denk erom, je mag niet zeggen dat Nederland vol is. En je mag niet zeggen dat er geen migrant meer bij kan. Nou, je mag van alles niet. En dat deed hij natuurlijk toch. Dat was typisch Pim Fortuyn. Nou, op een gegeven moment zei hij wel, het is druk. Toen zei hij, benoemde het ook, van ik mag nou, het niet meer ja, zeggen. In ieder geval, het kwam erop neer dat hij zei, Nederland was vol. Dat is Nederland helemaal niet. Daarvoor is een week vakantie in Drenthe ruim voldoende om dat te constateren. Maar goed, hij zei Nederland is vol. En daar ontstond een enorm conflict uit en tenslotte een hooglopende vergadering. En Pim Fortuyn is verdwenen uit Leefbaar Nederland en heeft een eigen beweging opgericht. Dat is dat filmpje in die nacht waarop hij zo boos wordt. Precies, de bekende nacht met die wuivende vingertje. Ja. En dan ontstaat de lijst Pim Fortuyn. Een van de wonderlijkste lijsten ooit gemaakt, grotendeels. Daar zaten 3 of 4 min of meer competente lui bij en de hele rest was knettergek. Net gemobiliseerd uit het gekkenhuis. Een hele collectie van 12 ambachten, 13 ongelukken, ruziemakers, Nou, kortom, dit was dan de zogenaamde vernieuwing van de Nederlandse politiek. En kijk, het is vanaf het allereerste moment is het een rommeltje, anders kun je het niet noemen. Maar goed, aan welke mythologie heeft Pim een belangrijke, dominante bijdrage geleverd? Bijdrage 1 is de zogenaamde islamisering van Nederland. Hij heeft ook een boekje geschreven, 97, tegen de islamisering van Nederland. En dat zet zwaar in, als je de eerste pagina's leest, van het gaat met de Nederlandse cultuur echt volledig. Die kun je wel afschrijven. Want in de dagelijkse confrontatie van de, wat is het ook weer, joods-christelijke humanistische beschaving die wij hebben, niet waar, die verliest het in de dagelijkse confrontatie van de islam. Dat is natuurlijk al een hele merkwaardige mededeling. Ik vraag bij lezingen altijd wie van u is al geïslamiseerd of heeft u familieleden die zich laten islamiseren? Wie van u is al aan de Koranstudie begonnen? Nou, niemand natuurlijk. Islamisering is flauwekul. Je hebt in sommige steden wijken waar een moskee staat en waar moslims wonen die zich aan de regels houden, wat de meesten trouwens ook helemaal niet doen. Dat zegt hij ook wel ergens in het boekje, maar nadat hij eerst met dat kanonschot begonnen is, islamisering, geeft hij een definitie wat dan de joods-christelijke humanistische cultuur is? 0. Bovendien een hele rare cultuur om joods-christelijk meteen aan elkaar te koppelen, terwijl de christenen niet waar natuurlijk eeuwenlang alle denkbare moeite hebben gedaan om joden te discrimineren of uit te moorden. Ik zwijg nog verder van het humanisme. Het is allemaal even slordig op papier gezet, maar van islamisering was toen geen sprake en is nu geen sprake. Gek genoeg, even een slokje nemen. Ik kan me hier zo enorm aan ergeren. Ook dat dan ik niet, merk het. Dat dan niet terugkomt. Dat het allemaal die zalvende praten, de volksheld, daar zullen we het zo ook nog even over hebben. Wat een lulkoek. Laat ik het meteen even zeggen. Het was ook geen volksopstand. Dat was het helemaal niet. Uit onderzoek bleek dat 80% van de Nederlanders heel tevreden was. Het waren de bekende 20% die tot op de dag van vandaag allemaal ontevreden zijn. Even slokje. Ja, doe je ding. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, hij is wel vanuit het niets, had hij heel veel zetels ineens. Nou, uit het niets, daar gaan een paar maanden overheen. En je ziet, dat is een wonderlijke explosie. En je ziet daaraan dat de zogenaamde dramademocratie, als je het maar leuk doet op de televisie. Want voordat we Pim verder afbranden, mogen we misschien wel zeggen dat hij helemaal niet stom was. En dat hij een groot televisietalent was, zonder enige reden. Dus zonder enige twijfel was hij een groot televisietalent. Hij was ad rem, hij was geestig, hij zat er lollig bij. Nou, al die dingen die je voor de televisie moet zijn. Ja. Hij kwam goed uit zijn woorden.
Dat zegt verder niets over je politieke competentie. Nee, maar dat had een enorm de televisie effect. Is vol met mensen die het enorm lollig doen in de talkshows, maar verder volstrekt onbruikbaar zijn voor alle andere dingen. Ja, luisteraars, dat hoort u mij goed zeggen. U kunt nu op Twitter weer zeggen, dat klopt, die Verlossum, die is in staat tot scherpe zelfanalyse. Maar hij had wel met die optredens op tv een enorm effect. Want hij, de gebaande politieke partijen, die waren in één klap. Ja, nou, in één klap weg. Dat moet ik allemaal niet overnemen. Ik moet niet overdrijven. Hij heeft 16% van het electoraat, weet je. 16%. En in Rotterdam een derde. Ja, oké. Okay. Maar Rotterdam en Amsterdam. In Amsterdam heeft dit verschijnselsrijkheid nooit voorgedaan. Dat lag in Rotterdam natuurlijk een beetje aan het feit dat de Partij van de Arbeid daar eeuwig aan de macht was geweest. Wat nooit goed is. He, dat is verkeerd. He, dan moet er af en toe moet er nieuw bloed door de gemeenteraad, enzovoort, enzovoort. Dus in die zin was ik daar nou niet zo kapot van. He. 16%, he, laten we dat vooral vasthouden. Was het nogmaals, ik herhaal het maar even, onderwijs, dat bestaat uit herhaling. Er was geen volksopstand. Dat hebben de media uitgevonden. Want de media vonden het, die hadden plotseling als het ware een model voor die verkiezingscampagne. En dat was islamisering, de puinhopen van paars, immigratie, al die onderwerpen die zo verdraaid en onjuist waren weergegeven, dat we er tot op de dag van vandaag verdomd veel last van hebben gehad. Dus het is ook het falen van de media wat hierin heeft meegespeeld? Zeker, zeker. Ja, journalisten zijn volledig, een deel van de journalistiek is betoverd geraakt door Pim Fortuyn. En die hebben zich niet serieus bezig gehouden met inhoudelijke kwesties, zonder meer. Ook serieus dus journalistiek. Dat is overigens een heel interessant tv-momentje, waarbij Wilders, die dan nog lid van de VVD is natuurlijk, en ook lid van de VVD-fractie, als ik het wel heb, aan Pim Fortuyn uitlegt wat een onzin die islamisering van Nederland is. Dus Geert weet dat heel goed, maar hij heeft vervolgens, toen Pim natuurlijk verdwenen was, tragischerwijs vermoord was, wat nooit had moeten gebeuren, niet waar, heeft Geert gedacht, die islamisering, dat scoort, dat ga ik ook doen. Islamisering van Nederland. En daar zie je hem dus, dat filmpje zou voortdurend uitgezonden moeten worden. Niet wordt. Hij weet hoe het zit. Waar is dat dan gebeurd? Hij ligt ons gewoon voor. Ja, maar waar was dat dan? Ja, dat werd laatst uitgezonden. Nou, ik vond het vrij, of ik zag de tekst in ieder geval in de krant staan. Hij legt haar fijn uit aan Pim. Dat je dat zo niet kunt zeggen en dat het demonisering is van moslims en nou, dat mag niet. En, maar dat je zegt, kijk. En wat zei Pim daarop? Geen idee. Ik heb geen idee. Maar het moet allemaal, alles wordt in Hilversum bewaard, dus het moet allemaal aanwezig zijn. Maar dat blijkt dus uit dat ze donders goed weten dat het onzin is. Geert weet donders goed dat het onzin is. En Pim wist het misschien Geert ook. Geert leeft van een leugen, overigens op een enorm steriele manier, want wat doet Geert nou? Geert doet niks. Laat ik er nog eens even bij zeggen, al die ontevreden Nederlanders die hebben gestemd op Pim, die hebben gestemd op Geert, die hebben gestemd op Rita voor zover ze dat ooit gedaan hebben en die gestemd hebben op Thierry Baudet, hebben al die politici ooit iets gedaan wat de oorzaken van de ontevredenheid heeft weggenomen? Nooit. Daar komt het de grote trek op neer. De immigratie is tijdelijk sterk afgenomen, maar daarna gewoon weer toegenomen. Is er iets gedaan voor deze groepen wat best mogelijk was geweest? Nee, dat is allemaal niet gebeurd. We zullen nu uitleggen waarom dat het geval was. Goed, dit was de islamisering van Nederland. Lees het boekje en dan zult u vanzelf zien. Ook het verdrag van München wordt erbij gehaald. Het is van een klunzigheid dat je denkt, hoe is het toch gods mogelijk dat dit soort van wezenloze kletskoek, dat die ook serieus wordt genomen. Dat de Nederlandse cultuur serieus bedreigd wordt door de islam. Ik bedoel, laat maar nou toch niet lachen. Dat is, ja, we hebben immigranten, inderdaad. Een deel van die immigranten zijn aanhangers van de islam. Maar dat zegt verder niets over de hulpeloosheid of de permanente beschadiging van de Nederlandse cultuur. Dan zou ik ook bovendien graag willen weten, wat is de Nederlandse cultuur? Is dat de carnavalsmeneer in Waals of is dat een... Is dat zo'n man met zo'n baard van de Waddeneilanden? Dat weet je ook niet precies. Je hebt wel eens gezegd, die cultuur bestaat helemaal niet. Nee, precies, die cultuur die bestaat niet. Die is heel ingewikkeld en gelaagd. Want je zet er natuurlijk allerlei... En je kijkt een avond televisie. Nou ja, dan heb je toch vrij regelmatig dat je denkt, wat zijn dit voor vreselijke programma's? Poer zoekt vrouw. Wie maakt dit? Wie vindt dit leuk? Hoe is dit godsmogelijk?
Dus kennelijk hoor je of heb je al kortsluiting met hele populaire televisieprogramma's. Maar goed, we gaan even door met de andere punten van Pim. Sprak Pim voor de gewone man? Zei Pim wat iedereen eigenlijk denkt? Nee, dat deed hij helemaal niet. Pim, zijn hoofdthema was eigenlijk een vrij extreme vorm van neoliberalisme. Jan Marijnis heeft het nog eens heel scherp gesteld. Wat Pim beweert is pimpelpaars. Het is kritiek op paars, het paarse kabinet. Maar het is pimpelpaars. Alles moest bedrijfsmatig georganiseerd worden. Dat waren ook die lollige lezingjes waar hij zo goed voor betaald werd voor het midden- en kleinbedrijf. Alles moest bedrijfsmatig worden georganiseerd. Er staat één verstandig ding in de puinhopen van paars, namelijk privatiseer geen monopolies. Ja, dat kan iedereen bedenken, zou ik zeggen, maar we weten hoe dat bij de spoorwegen gegaan is. Ook zo'n mallotig besluit. Ik zwijg nog even van de verkoop van de Giro, Postzek en Giro-dienst. Ook zo'n schandelijke vertoning. Zou ook worden gerenationaliseerd moeten worden, naar mijn idee. Dus dat sprak hij voor... Nee, hij sprak in feite voor de neoliberale elite. Alleen had hij nog iets extremere standpunten op dit punt dan de neoliberale elite. En we weten allemaal wat een ellende en een narigheid het neoliberalisme over ons gebracht heeft. Omdat het in allerlei opzichten op uiterst stomzinnige wijze gerealiseerd is. Dan zijn grote programma, zijn programmatische boek De Puinhopen van Paars. Want ik geloof dat daar ook in staat. Ja, zei hij, Nederland heeft een monsterachtig grote verzorgingsstaat. En die is gecreëerd door de subsidiesocialisten. Lees de Partij van de Arbeid. Daar was hij zelf jarenlang lid van geweest. Maar goed, hij was afvalliger geworden. De subsidiesocialisten hadden Nederland in bedenkelijk vaarwater gebracht. Hadden wij een monsterlijk grote verzorgingsstaat? Nee, die hadden we helemaal niet. Als je dat internationaal vergelijkt, dan viel het met de Nederlandse verzorgingsstaat nogal mee. Tot op de dag van vandaag is dat ook het geval. Dat is onder andere gerelateerd aan iets wat hier ook nooit verteld wordt. Dat wij een relatief jonge bevolking hebben. Waarom hebben wij een relatief jonge bevolking? Omdat we een babyboom hebben gehad na de Tweede Wereldoorlog. Boomen na. Allemaal een heel ingewikkeld verhaal. Maar wat hij beweerde over Nederland was simpelweg onjuist. Is trouwens die verzorgingsstaat een creatie van de subsidiesocialisten? Hij sprak altijd van de subsidiesocialisten. Nogmaals, mediatechnisch verstond hij zijn vak. Als je dezelfde leugen maar vaak genoeg vertelt, dan denken mensen, goh, misschien zit misschien toch iets in. Ja, zou kunnen, ja. De subsidies. Nee, de Nederlandse verzorgingsstaat is een co-productie van het CDA, of althans de voormalige confessionele partijen, en de Partij van de Arbeid. En in een iets later stadium heeft ook de VVD zijn medewerking daaraan gegeven. Je hebt toen ook die idiote discussie gehad dat de Partij van de Arbeid, had overal de schuld van. Daar kwam de grote trek op neer. En de VVD had met het hele Nederlandse beleid na de Tweede Wereldoorlog niets te maken gehad. Die hadden altijd, ik weet niet waar ze geweest waren, maar in een duistere bunker gezeten. En toen ineens kwamen ze aan de macht. En vandaar dat we dan nu 10 jaar Rutte hebben, 11 jaar Rutte ondertussen. Nee, daar klopt helemaal niks van. Het is een volledige vertekening van de recente Nederlandse geschiedenis. Nederland is een consensusland. En de verzorgingsstaat was een consensusproduct. Overigens, her en der zaten daar wel wat franjes aan. Maar op zichzelf, niet waar, zijn die enorme bezuinigingen op die verzorgingsstaat. Daar worstelen we nu mee. En met de negatieve neveneffecten daarvan. Bovendien zei Pim, ja, de Nederlandse economie die was volledig in de modder gereden. Kok was een ramp, zoals hij het noemde. Dan zit je ook dat, er wordt gezegd, ja, hij is doodgeschoten vanwege de demonisering. Ik zou zeggen, ten eerste viel die demonisering wel mee. En bovendien zijn eigen retoriek was nou ook niet dat je denkt van, god, wat een voorzichtige, terughoudende commentaren spreekt onze Pim toch eigenlijk uit. Dus daar moet je ook, de moord is... De kogel kwam van links. De moord is het werk geweest van een eenling. Van een gestoorde eenling wat mij betreft. Want iedereen die iemand doodschiet, daar moet een steekje aan los zijn, Volkert van der Graaf.
Maar het idee, de kogel komt van links, zo van dat Melkert had gebeld van het wordt tijd dat hij opgeruimd wordt. Nee, dat is natuurlijk allemaal heel wonderlijk. Er zijn wel complotten, hè, die dat beweren. Dat er ook meerdere schutters waren. Ongetwijfeld. Je weet hoe de wereld op dit punt in elkaar zit. Complotten, dat is wat er ook gebeurt. Er is altijd van iemand die een complot verzint. Nou, Theo van Gogh, die jij toch goed hebt gekend, die heeft daar ook nog een boek over geschreven. Ja, Theo, die was op dat punt niet betrouwbaar. Die zei, die had iets over een hondenbrigade in Hilversum. Die zou er helemaal niet zijn. Maar op die foto waarvan de graaf bij dat tankstation op de grond ligt, daar staan dus wel honden op. De hondenbrigade. En bij navraag zou dat dan, die waren in de buurt. Je zou zeggen, die honden hebben geschoten eigenlijk. Nee, hij wilde zeggen van dit is om het extra te laten lijken alsof ze alles gedaan hebben om op te pakken. Hebben ze dit een beetje in scène gezet? Nee, ik ben er vast van overtuigd dat Volkert van een graven gestoorde eenling was. Helemaal geen probleem. Zoals dat meestal gaat. Zoals het ook wat mij betreft. Maar goed, dan komen we in het universum van de complottheorieën. Is Kennedy vermoord door Lee Harvey Oswald? Nee, absoluut niet. Door 26 goed georganiseerde en gecoördineerde geheime diensten. Is Lady Di vermoord uiteindelijk door de dronken chauffeur? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Iemand heeft in die auto die veiligheidsgordel losgemaakt. Nou ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Sterker nog, je weet wie Lady Di vermoord heeft. Elisabeth. Daar hoef je helemaal niet zo heel lang over na te denken natuurlijk. Nou ja, dus laten we dit verhaal. Geloof het niet. Dit verhaal stoppen. Dat ook voor de Twin Towers natuurlijk. Daar kunnen we ook weer een heel verhaal over. Maar we zitten eigenlijk bij zijn opvattingen over de Nederlandse economie. Want hij was natuurlijk gewend geweest om bij al die lezingen te zeggen, er was van alles mis in de Nederlandse economie. En die kon veel beter. En als dan ook alle overheidsdiensten bedrijfsmatig gingen werken. Dan, enzovoort, enzovoort. Hij vertelde wat ze graag wilden horen. En dat schreef hij ook in die columns in het Elsevier's Weekblad. En dat staat tenslotte ook in de puinhopen van Paars. Geen achtelijk weekblad trouwens. Daar kun je niet zomaar alles in opschrijven, toch? Ja, in een column natuurlijk wel, maar... Het wordt achterlijk, ik weet het niet. Ja, voor mij is Elsevier altijd het blad wat de koffietest deed. Maar ja, ik ben nooit verder gekomen dan dat. Je hebt toch van die bladen waarbij je denkt, nou moet ik toch eens een nummer kopen. Laat ik nou toch eens een nummer kopen en eens kijken hoe het zit. En ik had dat altijd bij de Groene Amsterdammer en dan kocht ik een nummer en dan las ik het ding. Ja, dit is zulk wezenloze prietpraten. Nee, dat kan ik niet doen. Dat is ook de reden dat ik tenslotte met Vrij Nederland had, ik dwaal even een beetje af, dat had in de tijd van, hoe heet het, met McGovern en Nixon, had het een artikel van Joop van Tijn dat McGovern ging geweldig winnen. Ja, toen dacht ik ook, nou ja, dan is het wat mij betreft al klaar met het reportagewerk van Vrij Nederland. Ik bedoel, dat is wishful thinking op een niveau waar ik niet zo in geïnteresseerd ben. Terwijl Vrij Nederland toen een invloedrijk blad was, dat heeft zichzelf ook weten weg op te heffen hoe dat mogelijk is geweest. Begrijp ik niet hoe je een vitaal weekblad naar de kloten kunt helpen. Maar goed, dit hoort er allemaal niet bij. Want we hebben het nog steeds over het feit dat Pim van mening was dat het heel slecht ging met de Nederlandse economie. En het wonderlijke is dat het Engelse weekblad The Economist, een door en door betrouwbaar weekblad, wat op de cijfers drijft en niet op vage emoties, niet waar, in mei van het jaar 2002 een special survey over Nederland heeft gemaakt. Iedereen kan dat nog steeds even op het internet inzien. Doe dat! Een survey over de Netherlands, mei van het jaar 2002. Waarin Nederland wordt uitgeroepen tot een van de aller succesvolste Europese economieën. Met een arbeidsparticipatie die boven de Amerikaanse cijfers ligt. Met een jobsmachine, zoals dat in die jaren heette, nietwaar? Maar die in feite effectiever was dan de altijd bewierookte Amerikaanse jobsmachine. The best country in the European Union to invest in. En zo gaat het maar door. Zelfs die wachtlijsten die je toen in de gezondheidszorg had, daar zeiden ze, nou, waar die Nederlanders zich over opwinden, dat is onbegrijpelijk. Dan moet je eens gaan kijken naar wachtlijsten in Zweden, andere Scandinavische landen of Engeland. Dat is nog wel eens een beetje andere koek dan Nederland. Bovendien, dat is ook wel een beetje de toon van dat enorme survey. Dat is een omvangrijk pakket. Is ook van, waar maken die Nederlanders zo druk over? Waarom zijn ze zo idioot ontevreden over alles wat ze in dat... Het draait als een tierenlier. De ziekenhuizen zijn nieuw.
Zij dachten natuurlijk aan de National Health Service, waar vaak middeleeuwse gebouwen voor gebruikt worden. Nou ja, kortom, lees dat. Die boodschap is totaal tegengesteld, nietwaar, aan die onheilstijdingen van Pim Fortuyn. Die simpelweg niet juist waren. Maar dat hele, hoe heet dat, die hele mythe van de puinhopen van Paars, dat is ingeslagen als een bom. En gaat dan ook die hele verkiezingscampagne domineren. Terwijl het nogmaals met de werkelijkheid niet bijster veel te maken had. Dat is het wonderlijke van de zaak. En het is waar, er was toen een soort van ware negatieve stemming in Nederland. Of dat dan dat schijnbaar niet zou werd veroorzaakt, ik weet het niet precies, maar die was er. Ik herinner dat van mezelf ook, want ik was zelf, ik heb al heel lang een abonnement op die Economist, ik las dat Surveying, ik denk nou, dit is eigenlijk niet wat ik dacht dat het was. En toen kwam, ja, Pim was al gedebuteerd met dat de puinhopen van Paars en hoe verschrikkelijk dat allemaal wel niet was. Het gaat er mij uiteindelijk om dat Pim A. niet de stem van het volk representeerde, maar van een hele beperkte groep van ontevreden in Nederland. En we hebben het vaak gehad over die 15-20% die zijn er. Die waren toen al ontevreden. We moeten natuurlijk ook zien waarom het succes zo groot is geweest. Er was al in de jaren 90 onderzoek gedaan en daar was uit gebleken, zeker natuurlijk in de paarse jaren, want de Partij van de Arbeid was natuurlijk naar het centrum opgeschoven, maar de VVD was ook naar het centrum opgeschoven. Die hadden elkaar daar getroffen, nietwaar, over het lichaam van Hans van Mierlo, maar even zo te zeggen, want die wilde dat ook graag, dat het zo zou gaan. Ik moet zelf bekennen dat ik ontzettend blij was dat het CDA als een keer niet in de regering zat in Nederland, niet wetend dat ze tenslotte zouden terugkomen om daarna weer totaal in te storten. Je weet nooit hoe de geschiedenis loopt. Maar het gaat erbij om dat wat Pim Fortuyn vertelde over Nederland, of dat nu de islamisering was, of de puinhopen van Paars, het was niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het was een mythisch beeld. Maar door zijn immense mediasucces is dat door tal van mensen ook serieus genomen. Nogmaals, uit opinieonderzoek bleek dat 80% van de Nederlandse bevolking heel tevreden was met Nederland. Begrijpelijk, want je weet, de jaren 90 waren natuurlijk in alle opzichten unieke groeijaren. We hebben natuurlijk nog even een crisis gehad in 92 en daarna was het elke alle dagen feest. Hè? Ik herinner me van alle bijeenkomsten uit die tijd dat iedereen had zei hoeveel waard, hoe is jouw huis tegenwoordig waard? Nou ja, ik sprak nauwelijks mensen waarvan het huis niet in prijs verdubbeld was. Niet wetende dat deze waanzinnige ontwikkeling nog verder zou lopen in latere jaren. Maar daar gaat het mij om. Het gaat mij om de mythologie die Pim Fortuyn heeft gecreëerd en die toch weer doorklonk in die herdenkingsprogramma's waar niet hard aan gewerkt was, dames en heren. U had dat beter uit kunnen zoeken. U had daar meer aandacht aan kunnen besteden. U had dat oeuvre van Pim eens kunnen lezen. Dan had u er, naar mijn idee, anders over gedacht. Dus het stoort jou dat het gewoon niet klopte wat hij zei? Ja, dat stoorde mij toen al, maar het stoort mij nu nog steeds. En vooral ook dat ik dan weer dat verhaal hoor dat hij sprak voor de gewone man en eigenlijk een sociaaldemocraat was. Nee, dat was hij al lang niet meer. Hè? Ja, of je moet zeggen dat alle Nederlanders sociaaldemocraten zijn, maar een vrij nutteloos soort van conversatie. Nee, het hele beeld wat hij creëerde, wat hij knap creëerde, gaat verder niks van af. Dat bleek volstrekt onjuist. En daar zitten we nog steeds mee. Omdat natuurlijk allerlei mensen, toen Pim dood was geschoten en die LPF wanhopig was mislukt en dat eerste kabinet Balkenende natuurlijk, nou wat is het, 87 dagen vertrokken is, de stekker eruit getrokken is, zoals Salm het geloof ik zo treffend noemde. Ja. Is ook een staande uitdrukking geworden dat je ergens de stekker uit kunt trekken. Hij weet dat natuurlijk van die flipperkasten. Ja. En daar stond hij steeds achter zijn halm, hè? Oh, vandaar dat hij iets wist. Ja. Daar kon de stekker ook uitgetrokken. Ja, ja. Waarschijnlijk trok zijn vrouw de stekker er dan uit. Als hij iets te levendig bezig was. Ja, hoe was ik nu op dit punt? Nou ja, dat het dus niet klopte en dat je dat nog steeds stoort. Dat nergens in terugkomt. Ja, het was geen volksopstand. Nee. Er is in Nederland nooit een volksopstand geweest. Dat het Haagse grauw niet waar opgestoomd is naar dat plein in Den Haag, dat is waar.
Maar van het Haagse grauw heb ik niet zo'n geweldig hoge pet op, eerlijk gezegd. Nee. Maar dus ook een kritische kanttekening bij de media, die dus nu nog 20 jaar na dato niet dat kritische geluid laat. Slordig. Ja. Slordig. Hadden ze uitgezocht hoe het eigenlijk zat in 2001 en 2002. Maar we hebben toch hele kritische in journalisten. In de internationale geschiedschrijving heette de jaren 90 de holiday from history. Hè? Maar, nogmaals, in het Nederlandse politieke bestel, door de paarse kabinetten, was er ruimte op links. Daar is de SP ingestapt. En er was ruimte op rechts ontstaan. Al bij die enorme klap die het CDA kreeg in 1994, bleek uit onderzoek, electoraal onderzoek, dat er enorme behoefte was aan een zeer rechtse partij. Die is er nog steeds, zoals je weet, want we hebben nog steeds, natuurlijk, we hebben nog steeds onze vriend Geert. Hè? Mm. Die leeft van de leugen en dat ook weet. Hij wordt 's nachts wakker en denkt, ja, ik weet wel dat het allemaal lulkoek was. Hè? Omvolking, islamisering, die hele, laten we zeggen, paranoïde angstcultuur, waar hij natuurlijk politiek van bestaat. Ja. En nou ja, omdat Fortuyn natuurlijk verdween van het toneel en de LPF ook, die heeft toen bij de verkiezingen van de verkiezingen van 2003, dan wordt eigenlijk de toestand van pre-Fortuyn, die wordt gewoon weer hersteld. Ja. Het Leef bij Nederland kreeg toen geloof ik 2 zetels of 3 of zo. En de LPF ook een 4, nou ja, in ieder geval. Die enorme winsten, die verdampte compleet. En natuurlijk waren er toen mensen, in het bijzonder wel Geert, die dacht, ja wacht nou eens even, dit kan ik ook. Ja. Deze paranoïde angstcultuur, dat kan ik ook lekker aanblazen. Ja. Het is wel gelul, dat weet ik ook wel, maar het is wel fijn om termen de mensen bang te maken. Dat als je niet heel erg oppassen, dat ze straks niet van de... met de wachttoren langs de deur komen, maar dat er islamitische blaadjes door de bus worden gegooid. Ja. Er zijn ook mensen die zullen zeggen dat jij te snel voorbij gaat aan toch. Er was toen de tweede partij bij de landelijke verkiezingen. Zeker, dat heeft niet lang geduurd, zou ik zeggen. Het was de tweede partij. Maar dan moet je toch iets met dat sentiment, schok. Ondanks dat het niet klopt. Voornamelijk VVD-stemmers zijn richting Pim Fortuyn gegaan. Ja, maar dat is een democratie, moet je daar dan toch iets mee? Want de kiezer geeft dat aan. Ja, daar komt wel een ander punt. Het sluit heel aardig aan bij een ander punt, namelijk dat alle populisten tot nu altijd volhouden dat Nederland gerund wordt door een kartel en dat er geen beweging in zit en dat er gewoon de elite de dienst uitmaakt en zich nergens een de kloot van aantrekt. Het gekke is natuurlijk dat het Nederlandse politieke bestel verrassend open is. Denk aan het verlies van het CDA in 94. Denk aan dit dramatische verkiezingsjaar 2002. Waarbij een partij uit het niets 26 kamerzetels krijgt, of 27. Daar wil ik nu even vanaf wezen. Denk aan het succes van Geert. Hè? Denk aan het feit dat de kiezers sowieso van verkiezing tot verkiezing maar een beetje rondwaaien. Omdat ze natuurlijk alle sturing en worteling is verdwenen. En dat komt natuurlijk omdat de verzuiling verdwenen is. Ja. Hè? De meeste kiezers weten ze geen raad met hun hoe moet je dat zeggen, kiesrecht. Hebben ze jou eigenlijk niet gebeld bij al die programma's? Ze hebben mij niet gebeld, nee. Dat is heel jammer, want ik heb een ontzettend leuk boekje geschreven over dit hele verschijnsel. Maar ja, je weet hoe het mijn boekjes is. Dat werd overigens heel goed verkocht in de tijd, maar in no time verdwijnt dat in het black hole van de geschiedenis. Maar word je nog wel eens gebeld? Of hebben ze naar Rusland gezegd van die voorspelling, die van Rossum, die is niemand te vertrouwen, die nodigen we niet meer uit? Ik ben vrij regelmatig gebeld, of niet door Opeen, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar er was altijd wat. Ik kon niet, ik had een theater optreden, er is altijd wel wat. Waarom zijn ze zo idioot ontevreden? Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.